De 26 landen van het Schengengebied, dus ook Nederland, hebben hun visumcode aangepast. Deze aanpassing gaat per 1 februari 2020 in. Dat meldt de Nederlandse ambassade in een persbericht. Als gevolg van dit nieuw beleid kunnen Surinamers nu 6 maanden voor hun geplande reis een visumaanvraag indienen. Voorheen was deze termijn 3 maanden. De Nederlandse ambassade verwacht dat deze aanpassing zal leiden tot een betere spreiding van de aanvragen, waardoor de wachttijden voor het maken van een afspraak kunnen worden teruggedrongen. Het tarief voor het aanvragen van een visum voor het Schengengebied is per 1 februari 2020 vastgesteld op €80. De tarieven moesten worden aangepast vanwege de verhoogde kosten voor het verwerken van visumaanvragen. Tot slot wijst de ambassade erop dat het visumaanvraagkantoor VFS Global €28 servicekosten in rekening brengt bij de aanvraag van een visum.